Dit is een korte uitzending van Beit Ahavat Torah. Dit is zelfs een hele korte uitzending, want ik wilde alleen maar iets vertellen over de missie van Tikkun Beit Ahavat Torah of Cornelia Bijbelstudie Live. Dat laatste is ook de URL van dit kanaal. Maar even vertellen waar het over gaat. In het kort. En dan moet ik dit even laten zien. Tikkun Beit Ahavat Torah. Of Beit Ahavat Torah. Er zijn variaties op. Maar het gaat om tikkun, dat wil zeggen herstel. Het opnieuw in orde brengen. Van Beit Ahavat Torah. Beit wil zeggen huis of gemeenschap. Ahavat Torah betekent liefde voor de Torah. Dat wil zeggen, aan niet-Joden en niet-Christenen uitleggen waarom de Torah zo belangrijk is. Vooral vanwege de Noachidische geboden die voor de hele mensheid gelden. Aan Christenen uitleggen hoe ontzettend belangrijk het Oude Testament is, de Torah is. Maar dan ook vooral de Torah zoals die in het rabbijnse Jodendom begrepen en uitgelegd wordt. Dat is essentieel voor de authenticiteit van het christelijk geloof. Dus zit daar een polemische kant aan vast. Allerlei zaken die ingeslopen zijn in de kerk, die eigenlijk niet uit de leer van Jezus komen, die niet uit het Oude Testament komen, die eigenlijk heel antisemitisch en anti-judaïstisch zijn, om dat uit die theologie weg te blazen. En daarmee kom je in oppositie zowel tot de Rooms-Katholieke traditie, gedeeltelijk, als tot de Protestantse traditie. Gedeeltelijk. En dat is een beetje de merkwaardige positie die ik inneem, dus ook dit kanaal inneemt. Hè, dat ik op een Joodse wijze gelovig ben, maar toch ook een beetje Messiaans-Joods ben. Omdat ik niet om de persoon van Jezus heen kan en wil gaan. Maar dat ik toch ook eigenlijk gewoon in de christelijke kerk sta. Want dat is mijn officiële status. Ik ben emeritus hervormd predikant. Nou ja, al die zaken bij elkaar, en dan ben ik ook nog een keer filosoof, dus dan kun je je voorstellen dat hier stormen woeden in mijn studeerkamer, tussen al die verschillende richtingen. Ik heb daar vandaag nog iets aan toegevoegd, aan dit idee van Tikkun Beit Ahavat Torah. En dat zijn deze drie uitspraken. Dit is voor mij eigenlijk de basis, het fundament. En van daaruit kijk ik naar de christelijke tradities, kijk ik naar de leer en het leven van Jezus enzovoort. Torah min ha-shamayim, dat staat voorop. De Torah is uit de hemel. De Torah komt van God vandaan, heeft een goddelijke herkomst en mag daarom, dat doen de rabbijnen ook niet, en zo leert Levinas dat ook, die staat eigenlijk buiten kritiek, tot op zekere hoogte, want dat kun je zien aan de laatste blog, een vertaling van een artikel van David Frankel, die toch gebruik maakt van de historisch-kritische methode. Maar goed, toch de Torah uit de hemel. De vraag is alleen maar, wat is dan precies Torah? Nou, is Torah de onderwijzing die God geeft? Dan valt het toch niet helemaal samen met de geschreven tekst in de als een soort van absolute basis. Want Torah lo bashamayim hi. De Torah is niet in de hemel. Is niet buiten het gezichtsveld van menselijke gemeenschappen en interpretaties. In die gemeenschappen wordt feitelijk door het leven dat we gezamenlijk leiden een interpretatie van die Torah gegeven. Maar die kan ook verkeerd of onvolledig zijn. De Torah is niet in de hemel, zodat wij hier samen in elke generatie opnieuw moeten proberen uit te zoeken wat de wil van God voor ons is op dit moment. En daarbij geldt, Elu ve Elu di vrei Elohim chayim. Dat wil zeggen, de woorden van de ene partij en van de andere partij, van jou en van mij, dat zijn woorden van de levende God. Dat wil zeggen, hij spreekt tot ons binnen
En door en dankzij de dialoog die wij voeren over de tekst van de Torah en de interpretaties van de Torah, de interpretatiegeschiedenis van de Torah. Dat is een enorme hoeveelheid. Maar er komen natuurlijk in het dagelijks leven allerlei concrete vragen op ons af. Daar moeten we een huidig antwoord op geven, gebaseerd op de tradities, voortbouwend op de tradities, zonder dat we die tradities helemaal vereenzelvigen tot een absoluut gegeven. Nou, dat is wat ik nog even kwijt wilde als een uitleg voor wat ik op dit kanaal doe. Je zou kunnen zeggen, nou ja, het gaat soms over het Nieuwe Testament en dan gaat het weer over een artikel van iemand en dan gaat het weer over Levinas en is het weer half filosofisch. Ja, dat hoort allemaal bij elkaar. En ja, je zou kunnen zeggen, ik wilde me nooit, dat heb ik mijn hele leven nooit gedaan, ik wilde me nooit vastleggen op één enkel specialisme. Ik wilde filosoof en theoloog zijn. Theoloog zowel in een Joods perspectief als in een puur christelijk perspectief. Ik wilde over al die zaken kunnen blijven nadenken. Allerlei zaken met elkaar in verband brengen. Maar misschien het allerbelangrijkste, wat een vriendin van mij ook steeds bij mij erop, je hamert bij mij erop dat dat mijn missie moet zijn. Dat is een gesher maken, een brug slaan. He, dus een kesher, een stevige kesher, dat wil zeggen een stevige verbinding tussen al deze zaken. Dat ben ik aan het proberen. Nou, dank voor het luisteren en graag tot de volgende keer. U hebt geluisterd naar een uitzending van Beit Ahavat HaTorah, het internetkanaal van Robert Veen voor de studie van Tenach en de rabbijnse literatuur.